Zo van Mathieu onder poel gekeken, dit kan ik ook. Nou, als ik dan ook zijn techniek beheerste, was het helemaal top. Maar ja, ik zag wel kans om gelijk door te trekken in het begin van de eerste ronde. Ik zag dat Sanne ver achter zat. En ja, met zand erin kan je dat voor de maar vast pakken. En dan komen de tijdritcapaciteiten goed van pas natuurlijk, hè? Ja, ik moest zeker wel indelen, want de eerste ronde heb ik wel echt heel erg volle bak gereden. Dat hou je niet 40 minuten lang vol. Dus het was wel een beetje indelen. En je kon dit rondje goed zien hoeveel ze inliepen of uitliep. En dat helpt daarbij wel met je indelen. Dus, Nog een beetje gevreesd op het einde, toen je voelde, zag dat ze dichterbij kwam? Ja, ik maakte een misstap met mijn voet en toen schoof ik zo de hele kant naar beneden. En dan verlies je natuurlijk een hoop seconden. En Sanne had een supergoeie laatste ronde, dus daar had ik zeker wel wat druk van, ja. Waarom was jij voor de wedstrijd zo voorzichtig? Want ja, een mol gewonnen, hier ook de parcours, kolfje naar je handen, toch was je voorzichtig? Ja, nou ja, ik kan niet zeggen dat mijn benen de laatste weken echt heel erg fris voelden. Dus dan weet je het nooit. En ja, ik ben denk ik altijd wel een beetje voorzichtig. Proficiat, ik laat je even frissen, want de zweetdampen komen al van onder je petje vandaan. Ja, dankjewel. Dan draaien wij ons naar Sanne Kant, de wereldkampioene, die het vandaag net niet heeft kunnen halen. Waarschijnlijk wel nog in die slotfase. Spannende...